De prijs van een liter benzine stijgt vandaag met gemiddeld 4 cent. En dat betekent dat je bij de pomp voor een volle tank bijna 2 euro meer gaat betalen. In één dag. En de prijzen die stijgen al dagen. Je vraagt je bijna af, waar houdt dit op? Ja, en dat is iets dat kunnen we niet zeggen. Omdat de basisolieprijs is afhankelijk natuurlijk van de wereldmarkt. We hebben te maken met de dollarkoers en de eurokoers. We hebben te maken met vraag en aanbod. En uiteraard ook met wat er gebeurt in de wereld. Nou, we weten allemaal wat er nu aan de hand is. Nee, dat is ook niet normaal. Het is heel hoog. Maar ja, wat doe je er dan? He? Je kunt er weinig aan doen. En je zult toch maar erin. Het is een komen en gaan van auto's hier bij de tankstations in Emlichheim, net over de grens bij Coevorden. En ik durf zelfs wel te zeggen dat hier meer Nederlanders dan Duitsers komen tanken. En dat is ook wel logisch, want zeker als je op benzine rijdt, is het hier een stuk goedkoper. Het scheelt, het valt me nu tegen, vergeleken met vorige week. Toen was het 1,88 en nu 1,98. Maar ja, met Nederland verschilt het gewoon. En ik doe het boodschap. Dat komt door de opbouw van de benzineprijs. Als je kijkt in Nederland hebben we de kale olieprijs. Daar komen de accijnzen overheen. En daar overheen komt nog een keer 21% btw. En daar zit de crux. Dat zie je in het buitenland niet. Daar is de btw-tarief lager. Accijns is lager, dus het totale bedrag is lager. Je hebt bij ons op de bouw en je kraanmachinisten en die zetten natuurlijk ook wel over de kleding dat als het diesel zo gigantisch duur is. Kijk, en de prijzen voor de kraanbrieven bieden hetzelfde, maar ja, de diesel ziet wel erboven. Poetin moet gewoon stoppen met die oorlogvoering. Dan gaat de prijs weer omlaag.